gaan ze weer. De poes. Ja? Kan je het al zien? Ja, die gele donuts. Harder langs de snoepbak. Superleuke challenge alweer. Geel er doorheen. Ik zie ook frambozen lekker, hè? Zo, we gaan op naar de... Hier zit roze ijsjes. Proeverij hier. Ja. Lucilla die zit hier met haar neus dicht. Een hele goeie... Goedemorgen. Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Welkom in deze nieuwe vlog. Wat ben je aan het doen? Lucilla die speelt altijd verstoppertje 's ochtends. En ze is net uit bed. En nou, wij zijn de Bellinga's familie van het voordat ik het vergeet te zeggen. En het is vandaag nog steeds lekker zomervakantie. En wij chillen gewoon lekker thuis. En de kinderen die worden nu een beetje wakker. Ik heb geen idee. Daar, hoe laat is het? Half negen, dat is voor ons uitslapen. Goedemorgen, Luxie. Je staat daar. Hallo, Luxie. Hey, ik heb je. Maar wat ligt hier nou voor een balletje op het bed? Een raar balletje. Luxie, wie ligt hieronder? Wie is dat? Niemand. Niemand? Hè? Oh, ik dacht echt dat je hier lag. Hè? Lu, hij lag hier echt net. Nu aan. Oh, is het zo? Jongen, grapjas. Goedemorgen, kerel. Wat we vandaag gaan doen is iets heel erg leuks. Want wij gaan vandaag maar één kleur eten. Om even een kleur uit te zoeken voor vandaag. We gaan vandaag dus allemaal persoonlijk één kleur eten. En de kinderen mogen zelf bepalen welke kleur ze willen eten vandaag. Maar ik mag eerst, want hij is van mij. Nou, welke kleur ga jij kiezen, Luan? Dan moet je vandaag dus alleen maar eten. Wat de kleur geel heeft, goed? Maar wat is een bananenschil? Een bananenschil. Een zeel. Kazenschil. Ik denk dat je roze wilt. Ja, nou, drie moraden wat Lucilla kiest. Ik wil jij roze. Wil jij vandaag alleen maar roze eten? Ja. Oké. Wat is er allemaal roze dan? Roze hagelslag. Oh ja. Maar niet roze en boterham. Nee, maar als er roze hagelslag op gaat, dan vind ik het ook goed. Mama die kiest met de ogen dicht, goed? Moeten jullie zeggen stop. Durf ik te kijken? Groen! Mama die heeft groen. Luxie wil rood. En ik weet niet of papa mee wil doen. Laten we even kijken of papa al wakker is. Maar dat betekent wel dat we het ontbijt moeten we even gaan improviseren. Want het ontbijt hebben we niet echt iets voor in huis. Dus we gaan kijken in de kast. Daar. We gaan kijken in de kast wat er staat. En wat we kunnen eten als ontbijt. En dan gaan we zo lekker boodschappen doen. Luan moet nog wakker worden. Want het is heel vroeg. Ik ben ook zo. Maar dat betekent dat we zo boodschappen moeten gaan doen. Voor lunch en voor het avondeten. Wat roze is en wat had jouw kleur? Jij moet geel. Kijken wat allemaal geel is. Nou, een banaan en kaas. Die heb je al in de pocket. Oh, Luxie. En Luxie, die kreukelt alles. Dat vindt ze leuk. Schatje. Maar ik wil ook roze kleren. Wil je ook roze kleren aan? Ja. Nou ja, als jij roze kleren in je kast hebt hangen, mag jij vandaag ook roze kleren aan. Ja, maar dan wil ik ook een jurk. Een jurk, een roze jurk. Oké, okay, nou, dan wil jij zeker een geel pak. Of een rok. Heb je gele kleren? Nee, niet echt. We kunnen eens even kijken. Oh, we kunnen je geel in je haar doen, want je hebt al die gele crème. Ja! Je hebt die roze. Wil je weer een roze plekje in je haar dan? Helemaal. Nee, niet, doen we niet helemaal roze. Een klein plekje roze doen we dan. Ik wil gewoon hier zo een beetje. Ja, nou, kom jongens, wij gaan... Mama, weet je, ik wil hier zo. Zal ik even overnieuw aan het papiertje bakken? Want het was alleen maar even om te kiezen welke kleur we wilden. Maar we hebben het papiertje niet nodig vandaag. Inmiddels staat hier een roze prinses naast mij. Heel mooi, schatje. Ja, Luxie die zit daar. Tussen de kwastjes. Wat wilde jij nog meer, Lucilla? Nagellak. Roze nagellak. Dus gaan we nog even roze nagellak doen. Hij was van mijn jurk. Ja, dat is hetzelfde kleur als jouw jurk. Tada! Dit is Lucilla's outfit. Ja, ik heb een roze haarband. Oh, ja,
een roze nagellak. En kan je een jurk ronddraaien? Wauw. Heel mooi, Sil. Nou, jij bent er klaar voor. Op naar het ontbijt, hè? Nou, Luan zijn haar even fixen. Hij heeft al een geel shirtje aan, zoals jullie zien. Ja, en ik wil zeggen, ja? Hier zo, ja? Hier moet zo'n dikke streep. Een gele streep. Een hele dikke streep. Okay, nou. Nou, niet heel erg dik. Ja? Zo, deze heb ik. Hm? Maar eerst een beetje. Mijn vrouw deed gewoon zo. Ja, dat is zo. Zo geel genoeg? Even kijken in de spiegel. Ja. Dit is Luan zijn gele outfit. Ja. Nou, leuk jongen. En nu gaan we nog even je zusje aankleden. Wat had Luxie ook alweer? Luxie had rood. Rood. Oh, maar ik vind het zo grappig. Ja. Kijk, nou. Kijk hoe ze daar zitten. Laten zien. Ja. Kijk. We hebben nou het telefoonhoesje. Een nieuw telefoonhoesje. Mama's telefoon. Een Bellinga telefoonhoesje. Die kun je ook in de shop vinden hier onder onze video. Nou, de meisjes die zitten daar tussen. Trouwens, jullie denken, wat is dit voor een zak? Er zitten kleren in. Die Luxie niet meer passen. En die wil ik naar de weggevelwinkel doen. Dus vandaar dat hier een vuilniszak staat. Dat is geen vuilnis, maar dat zijn kleertjes. Ja, jij had rood, Luxie. En wat hebben we hier nog? Kijk eens, Lux. Jij rood aan. Heb jij een rode jurk vandaag? Ja, en dan ga je alleen maar rood eten. Dat wordt een leuke uitdaging. Nou, en wat vond ik nog in de kast? Kijk eens. Een groene jurk vond ik nog in de kast. Ja, je kunt het niet goed zien. Want, mama heeft ook vandaag een groene outfit aan. En het is tijd voor het ontbijt. En Lucilla die weet al wat zij wil natuurlijk met haar roze. En dat is volgens mij ook niet zo heel erg moeilijk. Gaan we eens even kijken, Sil. Want we doen hier... Meisjes, de kast open. Ik wil muisjes roze en ik wil roze hagelslag. En roze hagelslag. Eens even kijken of we dat nog hebben, liefie. Luxie, even op de grond. Brrr. Ik heb hier een heel groot stuk boter. Ik moet dat daarop doen. Kruikje. Ja. En dan die, hè? Ja. Roze muisjes. En ik ga nu smeren. Eeuw. Uitsmeren. Beschuit net roze muisjes. Maar zie eens wat we voor jou hebben gevonden. Kijk u. Eet smakelijk, Sil. Beetje roze bij muisjes. Wat hebben we voor jou nog gevonden, Luan? Kijk eens. Maar ik had eigenlijk geel. Oh ja. Je had geel. Je had helemaal geen blauw. Nou, dat wordt nog even zoeken voor jou. Wat zou geel zijn? Een kopje thee die is geel. Een geel kopje thee. Moet je een hele gele thee hebben. Ja. Mam. Ja. Voor jou. Kijk. Dat is een hele goeie. Ik neem een groene appelthee. Die past bij mij. Nou, en ik een citroen. Een citroen. Ja. Heel mooi, Luan. Appel. Wil je ook thee? En dan doe ik er nog honing bij. Blijf deze. Ja, die kan ermee door, jongen. Hartstikke goed. Terwijl Luan daar de goede kleur thee aan het maken is, zit ik nog even te kijken in de kast. Ik denk namelijk nu dat het enige wat geel wat we hebben in huis is deze hagelslag. Want daar zit geel in. Kijk, die mixen er zit bij wel kleuren. Geel bij. Er zit geel maar bij. Maar ook nog andere kleurtjes. Ja, maar ik kan ermee door. Het kan ermee door. Ja, voor jou een boterham met gekleurde hagelslag? Ja. Gaan we dat maken. Nou, Luxie zit tegenwoordig op de tafel. Luxie? Niet op de tafel. Hey Lucilla, weet jij dat jij dat ook had? Toen jij Luxie's leeftijd had, ongeveer anderhalf, toen zat je ook altijd op de tafel. Dat vond je toen ook leuk. Luxie doet dat precies hetzelfde. Even kijken, wat hebben we nog meer? We hebben nog een rode appel voor Luxie. Dat vindt ze ook wel lekker, denk ik. Luxie, kijk eens. Luxie, appeltje. Luxie die heeft rood, dus Luxie die eet een beschuitje. Met aardbei. Nou, ik denk dat ze alleen de aardbei eraf eet. Luxie kennende. Ja, vind je dat lekker, aardbei? Oh, zo lekker. Luxie, waar is de aardbei? Waar is de aardbei? Ja, in jouw mond. Ja, zit dit een mond over. Goedemorgen, vader. Oh, goedemorgen, Ruiters. We zijn bepaalde kleuren aan het eten, papa. Ja, ik hoor het. Wil je mee? Ik ga straks wel met jullie mee. Ik heb de honden net uitgelaten. Maar natuurlijk wil ik met jullie mee doen. Ja, dat is leuk, papa. Hey, want wij, jij en ik, hebben de kleur groen. En het enige als ontbijt wat groen is... Is komkommer. Is een komkommer. Dus ja, dit is ons ontbijt.
Mag ik geen rood iets aan? Dan kan ik toch maar. Nee. Je mag wel rood, maar dan is Piet zelf de fluxie. Wil je er nog een? Nee? Wil je niet? Wat dan? Wil je toch de komkommer van mama? Oh nee. Kom je bij mama. Ik vind het een leuk creatief idee. 1, 2. Hoppatee. Wat wil je dan? Ik vind het een leuk creatief idee. Wat wil je dan? Ik graag met jullie mee. Oh, ze wil mama borstje drinken. Nou, dat telt niet mee. Dat mag wel. Dat mag wel. Ik heb geel. Oh, we hebben oranje. Luxie zit met het beschuit met muisjes van Lucilla. De muisjes lekker. Ja, ze wilde alleen maar de muisjes. Daar, ga je zwaaien. Hé, maar je moet toch alleen maar rood eten, Luxie? Johan en Lucilla die zijn samen even een eindje aan het fietsen. En ik denk, nou, ik ga eens even kijken met Luxie waar ze zijn. Ja, zie je ze al, Luxie? Hebben jullie van fiets geruild? Dat toch niet zonder dingen fietsen, schatje? Zonder wieltjes? Je hebt hem gewoon vastgehouden? Ja. Ah, oké. Mijn jurk ging altijd om. Ja. Dat is veel makkelijker. Dat is niet handig, nee. Nou, ga maar zitten, dan doe ik je jurk een beetje erop. Nee, hoeft niet. Ja. Als ik fiets, heb ik. Oh, daar ging we even rusten. Ah, wat leuk, jongens. Jullie hebben lekker een rondje gefietst samen. Ja. Oké, nou, dan gaan we weer naar huis. Daar gaan ze weer. Ja, daar gaan ze weer, Luxie. Daar gaan ze weer, zie je dat? Op naar huis. Wat is dat, Luxie? Heeft Luxie daar een hondje en een touwtje? Is dat jouw hondje? Wat leuk, heb je die van Leeuwen geleend? Dat is Leeuwen's oude hondje. Met een touwtje eraan. Ja, ga je ermee wandelen? Gaat ze er ook echt mee wandelen? Ik zie je, liefie. Moet ze erom lachen. Dag, Luxie. Dag. Het is bijna tijd voor de lunch, maar we hebben geen geel, roze en groen en rood hier nog meer lunch in huis. Groen, roze en geel. En geel, dus we gaan nu eventjes met z'n drieën boodschappen doen bij het winkelcentrum hier. En geel. Zodat we de goede boodschappen in huis hebben. Hey, en Lucille, luister eens. Jij mag zo met jouw eigen winkelwagentje door de supermarkt rijden en dan mag je allerlei roze eten kopen. En jij geel, mama groen. En ik doe ook voor Luxie dan. Ook rood, want Luxie die gaat even een slaapje doen. Dus Daniel die blijft even thuis. Ik voor Leeuwen geel. Ja. En Leeuwen voor mij rood. En jij voor. En jij voor Luxie rood. Dat kan ook. Je kunt elkaar ook een beetje helpen. Ik denk dat de poes. Ja, zeker. Een poes bedoel je? Ja. Dat is zeker roos. De poes is echt roos. En ik weet ook nog een paar dingen wat geel is: een citroen. Ijs, een banaan. Mais? Mais is geel. Ja. Ja. Bingo, en wat nog meer? We zijn er. Lucilla die heeft de verrekijker meegenomen. Dan kan ze kijken of ze in de supermarkt wat roze ziet liggen. Zil? Ja. Hey, maar één afspraak. Wat gezonds en ongezonds. Ja? Dus niet alleen maar ongezond. Ook gezonde dingen. Afspraak? Afspraak. Goed zo. Ja. Daar is het. Ja. Ziet u de supermarkt al? Ja? Kan je het al zien? Ja. Ja? Nou, de winkelwagentjes voor de kinderen zijn op, dus we pakken even een mandje. Ja, ja, heel goed. Heel goed. Lucilla heeft al wat gevonden. Heel goed, Lucilla. Die met je mooi bij je outfit. Wat is er allemaal groen? Broccoli. Oh ja, broccoli. Groene druiven, ja, groene druiven, dat kan ook. Heel goed, kijk. Groen. Ja, dat is ook een goeie, die is van mama dan, hè? Ja, daar zit een gele paprika in. Ja. Ja. Deze is schoon. Ja, heel goed. Heb jij nog een roze iets gezien? Nee? Ja, voor de groene kleur. Heel goed. Kan ik daar? Oh, ja. Oh, het drinken. Het drinken, oké. Okay. Kijk, er komen echt sinaasappels uit. Dopje erop. Die? Kijk de bananen. Oké. Okay. Ja, we gaan nou voor jou kijken, ja? Voor roze drinken. Goed zo, pak je maar uit. Doe maar open. Heel goed. Nou, de roze drinken voor de Silla is binnen. Mam, ja. Ik zie geen donuts. Gele? Oh, nee hè. Nee hè, Lu. Maar ik wil ook wat doen. Nee, maar jij wilde toch gewoon poesjes? Nee, oh, ook donuts. Oké. Okay. Wat zie je? Roze. Oh nee, is dit gezond, jongens? Roze. Roze. We zijn roze. 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 Oké, oké. Okay, okay. Nou, jij ja, roze. Geel. Ja, en chocolade erachter. Ja. Maar is roze met spekjes.
Oké. Nou, dan gaan we weer. Van Luxie, ja. Van Luan, van Lucilla. Ja, nou, dat is helemaal top. Nou, dan zullen we dat tegen jou kappen. Ja, dat is goed. Mooi. Hartstikke goed. Zo. Ja, je hebt gele hagelslag en je hebt roze. We lopen iets harder langs de snoepband. Ja, anders pak je niet te veel snoep. Ja, Fristie. Roze Fristie. Nou, pak maar roze Fristie. Omdat het roze is vandaag, hè? Die roze Mickey pakjes. Nee, dat is wel goed zo, hoor. Ja? Ja. Hoppatee. Dan moeten we nog iets van avond eten. We hebben al wel groenten, maar wat doen we erbij? Nee. Hey, we moeten nog even kijken wat we vanavond gaan eten. Ja? Kijk, dit is roze. Dat zijn garnalen. Dat is een roze avondeten. Nee. Wil je niet? Nou, dat zijn de roze gamba's. Voor het avondeten. Ik dacht dat het van die... Ga je zien? Goed, Salut. Dat doe je heel goed. Dank je. Die roze garnalen. Ja. Dat het mag smaken. Roze frietjes. Airfryer. Ja, die zijn voor de airfryer. Wat is... Ja, maar je hebt die garnalen. Er is niet zo heel veel roze. Ja, roze is best wel lastig met avondeten natuurlijk. Maar misschien mag je wel een patatje, een geel patatje van Lua. En een groene broccoli van mama. Ja. Ze hoeft geen broccoli. Nou, dat wordt wat. Dat wordt wat, jongens. Echt. Superleuke challenge alweer. Hebben we genoeg kleur? Ja. Ja? Nou, tijd om naar de kassa te gaan. De boodschapjes die zijn gedaan. Wij gaan weer terug naar huis. Ja. Zo, Lucy. Wij gaan eventjes Boes en Pippa uitlaten. Dan kun je even een bouwnapje doen. Wij zijn inmiddels weer thuis van de boodschappen doen. Dat is helemaal goed gelukt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik voor mijn eigen groen drinken ben vergeten. Maar dat maakt niet uit, want we hebben genoeg andere lekkere dingen. En Luan die heeft hier het welbekende Luan buffet neergezet. En samen met Lucilla gaan jullie even laten zien wat we allemaal hebben gehaald. Hè? Wat ja, we gaan eten als dit, lunch. Dit is mijn roze hagelslag. En dit is mijn gele hagelslag. Ja. Nou, dit is brood. En Luxie krijgt hier rode aardbeien. Een frambrozen. Frambrozen. En druiven. Groene druiven voor mama. Geel voor Luan. Nou, doe maar zo, want het moet eigenlijk geel zijn, ja? Oké. Heel goed. Dit is lekker. Nou, en aardbeien en een... natuurlijk en welke kleur is dit? Rood. Dat is rood. Nou, en, lekker, jongen. Oh ja. Hoe heet het ook weer? Ananas. Hier hebben we het drinken. De gele Fanta. De, we zeggen gele Chudorant, zeg u. De roze Fristie. En een roze smoothie. En gewoon lekker water. Papa, kom je? Hier heb ik een krekkertje met groene pesto. Lekker hoor. En Lucilla die doet een roze hagelslag op de boterham. Even kijken. Nou, Lucilla die doet ook een schepje geel er doorheen. Lekker hoor, schatje. Ja, oh, wat zie je daar? Oh, de lekkere framboosjes. Nou, die vinden we ook wel rood, hè? Ja, die zijn lekker. Lekker chill, je boterham. Wel, hè? Oeh, die vindt ze wel lekker. Die is wel lekker. Ja, jij ook een slokje? Samen delen. Oeh, lekker. Lekker roze drankje. En Luan heeft nog een lekker chudorantje, jongen. Hij matcht wel mooi bij je shirt. De chudorans. Ik zie ook framboosjes lekker, hè? Die vind jij lekker. Hier nog een lekkere ananas. Gele. Een gele ananas. Oh, ik heb nooit een ananas. Jawel. Nee? Nou, wat vind je ervan dan? Lekker. Ja, lekker zoet hè? Donuts. Lekkere donuts? Oh, de lekkere roze donuts. Te gaan uitzoeken in jullie kleur. Ja! Ja, 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 ja! Ja? Ja. Hebben jullie daar zin in? Ja! Ja? Ja, ja, ja. Oké. Kom, dan gaan we op de bakfiets op naar de stad. Ik ga even met de kinderen naar de stad toe. Maar ja, het is natuurlijk wel zomervakantie, dus de kinderen zijn vrij.
Alleen, ja, Daniel moet natuurlijk wel gewoon werken. Ik heb nog heel veel belletjes te doen. Ik moet nog wat boekhouding doen en dingen voorbereiden. Want we gaan iets leuks maken. Dat mag ik nog niet verklappen. Maar allemaal achter schermen. Ik heb veel plezier in de stad. Ja. Het was een lekkere lunch. Ja, ik neem de kids mee. Ga je mee, Luxie? Ga je mee naar de stad? Zie je met mama, Luxie? Ja, ga je mee naar de stad? IJsje zie eten? Luxie ook een ijsje eten in de stad? Hoor je dat geluid wat ze doet? Dat doet ze altijd als ze het over eten heeft. Dat geluid gaat ze zo doen. Dus van, ja, ik wil eten. Luxie, lekker ijsje eten? Ik vond het lekker lunchbuffet. Doe wel, papa, ja. Even snel. Oké, okay, jongens. Nou, wij gaan de bakfiets in. Doei, papa. Tot straks. Succes met de saaie begroting. Oh, nee, je wil je schoen even aandoen. Ja. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Oké, okay, op naar de stad. Zo, wij lopen in de stad en wij gaan op naar de... ijsko. Nou, Lucilla loopt met haar prinsessenjurk in de stad. En bijna alle mensen die zeggen er wat van. Wat zeggen alle mensen tegen jou, Lucilla? Oh, wat ben jij mooi. En sommigen zeggen, oh, ben je jarig? Nee hoor. Lucilla is gewoon iedere dag een prinses. En schatje? Ja, Leon, je moet even naar de bikinis kijken. Hé, jongen? Nou, badpak. Oh, badpak. Oh, het was een badpak. Nou. Een bakpak van mijn vrouw. Voor mama's. Kom hier, Luxie. Kom maar, schatje. Wat ben jij goed aan het lopen? Luxie wil niet in de kinderwagen. Dus ze loopt heel erg goed mee. Maar ze heeft natuurlijk ook goed geslapen. Nou, we zijn er bijna, jongens, bij de ijssalon. Zie je ook wel een beetje... Ik vind een beetje smurfijs lekker. Smurfijs. Ik weet niet of ze dat hebben, Luxie. Daar, daar heb je geel. Zie je dat? Zit ook geel ijs. Nou, doe maar dan geel ijs. Ja? Jij die gele? Mam, is dat mango? Ja, dat is mango. Oh, nee, geen mango. Oh, heb je geen mango? Oké. Okay. Voor wie is het roze ijsje? Alsjeblieft, schatje. Nou, Luan die doet toch geen geel, want hij vindt mango niet zo lekker, hè? Dus je hebt een ander kleurtje. Is dat Luxie framboos ijsje? Ja, wil jij het framboosijsje? Zo, nou, Luan heeft ons ijsje ook vast. We gaan hier even in een gastje zitten. Ons lekkere ijsje opeten. Even de ijsproeverij hier. Nou, Luan heeft dus deze. Nou, lekker. Wel met een geel labeltje, hè, Luan? Ja. Is die lekker? Lekker. En Lucilla heeft deze, die is van Luxie. En deze roze is van Lucilla. Ik mag proeven. Oh, ik mag proeven. Heerlijk, Lucilla. Ja, dat is goed. Ja. Wat komt er voorbij? Een helikopter. En Luan zit daar onder die boom op de schommel. Gedaan in de stad. We hebben niet alleen maar een ijsje gegeten, maar de kinderen die hebben ook een super leuke video. Ik heb echt met verbazing achter de camera gekeken naar wat hun hebben gedaan. Ze hebben namelijk een video opgenomen voor op Lucilla's kanaal. Wil je dit leren? Ja, ik ga zo jou jojo leren. Ja, voor op Lucilla's kanaal. Ik ga niet deze aanhouden, ik ga die bij de laatste. Ga je die andere weer aan? Die als eerste. Waar kunnen we deze video gaan zien, Lucilla? Onder de reacties. Onder jouw op jouw kanaal. Op Lucilla haar kanaal hebben we een heel leuke broer tegen zus shopping challenge hebben we opgenomen. Ja! En ze hebben dus... En ze hebben dus... Ze hebben dus voor elkaar outfits gekocht. Oké, mama, deze moet uit. Echt superleuk. Dus deze outfit heeft Luan geshopt voor Lucilla. Echt helemaal gek huis hier. De link staat onder in de beschrijving. Gek huis. Hallo, is hier een disco? Misschien heb je meer balans zonder mij. Als het niks heet, ik een stapje opzij. Als het beter. Als het beter is, kijk hoe het gaat. Hey papa!
zitten wij aan tafel met alle kleurtjes aan de tafel. Luxie die heeft rood. Dat kan je wel zien aan jouw bordje. Wat heb je allemaal op je bordje? Wat ligt er op jouw bordje? Ja, mama had er ook een patatje bij gelegd, hè? Ja, geel. Maar je hebt vooral rood. Rode tomaatjes en rode paprikaatjes. Ja, nou, dit is mama's groene bordje. Met boomtjes en met broccoli. En Lucilla die zit hier met haar neus dicht. Want die heeft hier een roze bord. En Luan die heeft een geel bord met mais en met patatjes. Ja, gele paprika's toch? En ja, we hebben ook gele paprika's en rode paprika's nog. Papa die heeft ook groen. Ik heb groen, ja, en blauwe mayonaise bij mogen. Kijk eens naar jullie toetje. Roze! Een roze toetje en een geel toetje. En Luxie heeft een... Hey. Rood. Daar is je rode toetje op de grond. Natuurlijk. Kijk eens, Luxie. Als ik die proef, mag ik ook dit toetje. Ja, dat klopt. Eeuw. Niet lekker? Nee. Nou, dan bof jij even dat mama echt heel erg gek is op garnalen. Heerlijk. Een doekje pakken. Een doekje pakken. Vond je het leuk zo eten? Ja. Ja, maar morgen maar weer normaal dan, hè? Ja. En morgen is het impactdag. Maar waarheen? Ja, waar naartoe? Dus ga je morgen wat hints krijgen. Ja, ik ben vandaag niet veel in beeld geweest, zoals jullie hebben gezien. Dat klopt, omdat ik heel veel achter de scherm dingetjes heb gedaan. Maar wat kunnen we morgen misschien al een klein tipje van de sluier van oplichten? Waarom we weer moeten inpakken. Dat wou ik nog niet zeggen. Dus morgenavond. Ja, is ja. Super. Ja. Morgennacht. We zeggen voor nu, duimpjes omhoog. Duimpjes omhoog als je het leuke vlog vond. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te abonneren. Klik ook even op het belletje. En we zien je graag morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Tot morgen. Volg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet je echt het meest.